Hallo? Fred, ben je thuis? Hallo? Jongens, ik sta hier in Fred's huis en ik had met hem afgesproken, want hij moest me wat mega bijzonders laten zien, maar ik heb geen flauw idee wat. En waar ben je, Fred? Hallo? Ik hoor allemaal... Fred, hallo? Gaat het? Fred? Waar ben je? Fred? Waar ben je? Wat gebeurt er? Fred? Oh mijn god, wat is dit? Fred, Fred, wat ben je aan het doen? Wat ben je aan het doen? Pauze. Oh mijn god, ik denk er gebeurt wat hierboven, man. Wat ben je aan het doen? Ik ben een spelletje aan het spelen. Oh mijn god. Wil jij ook, alsjeblieft? Het is heel leuk. Een spelletje aan het spelen? Wat ben je aan het doen? Wat is dit? Dit is een nieuw spelletje, heb ik gekocht. Oh maar ik denk er gebeurt wat, man. Je hebt afgesproken en je begint te schreeuwen. En ik denk, ik moet snel naar boven rennen, want er is wat ernstigs aan de hand. Ja, ik was bijna af. Een spelletje, heb je dit zelf in elkaar gezet of gekocht? Gekocht, Fred Simulator 5. Fred Simulator, is er ook... Deel 5, is er ook een 1, 2, 3 en 4? Ja, alleen die waren niet goed. Fred Simulator 5, en wat is het doel van het spel? Nou, je moet lopen, springen en overleven. Ja, ik vind het prima om even te spelen, ik ben oprecht wel benieuwd. Vertel me wel wat ik moet doen. Nou... Ik druk wel op de aanknop en dan moet jij bewegen met... En dan via deze dingetjes dan kan ik naar links, naar rechts en springen en... Oké, ik denk dat het wel goed komt. Ik ga mijn best doen met het spelletje. Fred Simulator 5. Nou, zet hem maar aan. Oké, komt-ie. Ene, tweeën, daar ga je. Succes! Oh mijn... Wow, wat ziet dit er cool uit. Waar ben ik beland? Fred, dit spel ziet er goed uit. Wat is dit? Ik kan een axolotl kiezen, een kleur, een roze... Geel, lichtblauw, blauw of bruin. Laten wij... Omdat ik ben natuurlijk... Mijn hoofd is ook geel. Laten wij de gele axolotl kiezen. En we hebben hier levels. We moeten een aantal levels halen in Fred... Waarom heet dit Fred Simulator 5? Wat heeft het met Fred te maken? Weet je, maakt niet uit. We gaan gewoon weer kiezen geel. Kijk nou hoe leuk dit eruit ziet, jongens. We zijn een gele axolotl. En het doel is dat wij blijkbaar... Ons meertje wat we hier links hebben, die is helemaal bedorven. Die is helemaal met radioactief afval besmet, helemaal geïnfecteerd. En zo, en het doel is dat wij een nieuw meertje gaan vinden. En dat moeten we doen met deze gele... Het verbaast me dat er geen groene axolotl was die ik kon kiezen door Fred. Kijk hoe leuk dit is. We moeten parcouren. Oh my days. Ik faal gelijk. Ik vind dit geweldig, jongens. Dit is echt waar. En het lukt me niet eens, maar ik vind het geweldig. Oké, we hebben deze sprong gehaald. Oké, nu de moeilijkste sprong. Oh, nee. Oh, trouwens, dat hoeft niet. Oh, dat moet wel. Waar moet ik heen? Ik moet hier omhoog klimmen. Oké. Kunnen we via de vine kunnen we omhoog klimmen. En dan kunnen we het opnieuw proberen. Ah, we moeten via de slimeblok moeten we doorklimmen, jongens. Ik snap hem. Dus via hier. Oké, kunnen we ook sprinten? Kunnen we ook sneller? Let op, via de slimeblok. Huh? Poging 3. Ja! Oké, voorzichtig. Nu niet meer de fouten gaan. Ja, oké, checkpoint gehaald. Oh mijn god, de axolotl klimt via de vine om... Kijk de details, hoe leuk is dit? Fred heeft echt een geweldig spel gemaakt, jongens. Oké, checkpoint hier waarschijnlijk. Ja, inderdaad, op de groene blok. Het zal ook niet. Oh, we gaan naar de nether. Vroom. Oh mijn god, kijk hoe cool dit is, jongens. Gewoon de switch naar de nether. Ik ben echt helemaal hyped. Ik vind het zo gaaf. Oké, dan gaan we hier springen. Pas op dat we de lava niet invallen. Oh, dat ging net aan goed. Er liggen allemaal zwaardjes en dingen op de grond. Hier laten we het doorlopen. Ah! Wat gebeurde er? Huh? Waarom ben ik teruggeteleporteerd? Ik ging dood. Waar ging ik dood aan? Wat ging er fout? Wacht even hoor. Oh, de blokken hier, jongens, met de particles erboven, die zijn al half kapot. Oftewel, dat zijn waarschijnlijk instabiele blokken. Oké, pas op, daar moet ik dus over heen springen. Ik ging er weer doorheen. Oké, kom op, we gaan hem in één keer halen. In één keer. Gewoon niet stoppen. We zijn snel, we zijn goed, we kunnen dit. Spring. Juist, lekker. Oh, ik wil een checkpoint halen, jongens. Ik wil echt een checkpoint halen. Hier, klimmen we weer omhoog. Via dit, zo. Klimmen we hier ook omhoog. Kijk, achter ons nou die dingen... Het ziet er zo goed uit allemaal. Het is echt een videogame in Minecraft gewoon. Ja, dan klimmen we hier rustig naar beneden. Ik denk niet dat we namelijk die valdamage willen pakken. Hier passen we even op voor de lava en de zombie pigments en zo. Lopen we door, komen we nu... Oh, ik schrik me helemaal kapot, maar we hebben een checkpoint gehaald. Oké, kom op axolotl. We kunnen het. Zullen we hem gewoon... Hoe gaan we hem noemen? Als je nou zo naar hem zou kijken, hoe zou je hem dan noemen, jongens? Kees. Ik vind Kees een mooie naam. Oké, let's go, Kees. We kunnen dit. Oké, sprongetje. Tot nu toe is het allemaal prima te doen. Tot nu toe heb ik geen moeite.
Zeg ik terwijl ik bijna gewoon naar beneden val. Met het level. Oh, we zijn er net eruit. Oh, we zijn in de jungle beland, jongens. Kijk nou, we gaan ineens weer van de nether zo. Hoppakee, zijn we in de jungle beland. We zijn weer door de nether. Op zoek naar ons nieuwe stukje water. Ik vind dit spannend. Ja, laten we hier omhoog klimmen. Let's go. Let's go, Kees. Het is gewoon even een stukje klimmen. Gewoon even volhouden. Gewoon even klimmen. Niks aan de hand. Je kan dit. Oké, wat moet ik nu doen? Dit is wel heel hoog. Oh, gelukkig is er water. Ik schrok al. Hé, kijk, je hebt hier vogeltjes, jongens. Kijk, die vogeltjes zijn met die panda aan het chillen. Wat leuk. Oké, laten wij naar de overkant gaan hier. Even kijken, wat hebben we hier allemaal nog meer? Een kist. Die kunnen we natuurlijk niet openen, maar maakt niet uit. Wat zijn we snel trouwens op het platteland hier gewoon. Hallo, meneer de panda. We gaan even door. We zijn op zoek naar ons nieuwe huisje. Mijn vorige huisje is vergiftigd. Oeh, hier kunnen we... Oh, we gaan een dungeon in. Oh, dit is cool, jongens. We zijn in een geheime dungeon beland. Maar... Wat moet ik nu doen? Hier kan ik niet heen, hier naar boven. Hè? Ah, misschien moet ik hier omhoog klimmen. Kan dat? Nee. Oké, jongens, we zijn bij het eerste punt aangekomen waar ik even niet weet wat ik moet doen. Misschien moet ik er wel overheen in plaats van eronderdoor. Hier, kijk, dat zou ook natuurlijk kunnen. Ik denk dat dat het is. Eigenlijk weet ik het wel zeker. Nee! Oh, mijn god, ik moet er overheen springen. Dit kunnen we. Komt-ie. Oh, mijn god, hier is lava. Ik wil niet dat de axolotl in de lava valt. Dat vind ik heel zielig. Kom op, Kees. Kees! Ja, we hebben het gehaald. Nee! En er was nog een valstrik erna. Was er nog een valstrik na? Niet te geloven. Oké, jongens, dan moeten we 3 keer springen, komt-ie. 1, 2... Oh! Faal ik alsnog weer bij hetzelfde punt. Je meent het. Het wordt me moeilijk. De jungle is tot nu toe moeilijk, jongens. Moeilijker dan de nether. 1, 2, 3... Juist! Oké, nu goed opletten voor mogelijk weer een valstrik. Maar ik denk dat het wel redelijk veilig is. Hier is weer lava. Warning hot. Ja, dat snap ik. Kan ik hier lang op staan, op dit blok? Lijkt wel... Ja, kan je wel lang op staan. Oké. Oh, hier is een cave, jongens. Met een spinnenspanner, volgens mij. Sick. Oké, laten we naar beneden. Ik gok dat hier water... Oh, er zat niet eens water. Oké, we zijn nu in een grot aangekomen. Misschien moet ik wel naar links. Maar laten we eerst... Ja, laten we gewoon eerst links proberen en daarna rechts kijken. Wat is links? Oké, hier is parcours. Dus wat zit er aan de andere kant? Hier zit een checkpoint. Maar dan moet ik deze kant op. Dan wil ik wel toch even links eerst bekijken. Ik weet niet waarom. Want rechts zit de checkpoint. Misschien zit links wel een soort speciaal iets of zo. Wat je alleen kan vinden als je naar links gaat. Daar gaan we. Hier is niks. Volgens mij is hier niks. Of wel? Er was daar helemaal niks. Jongens, vind jij Kees en avontuur nou ook zo leuk? Klik dan nu even op het duimpje omhoog. Like even de video. Maar vooral even abonneren. Kees wil heel graag dat je abonneert. We hebben bijna 300.000 abonnees. Oké, let's go, Kees. We kunnen het. We kunnen dit, Kees. Dit is best wel een pittig sprongetje, maar we gaan het doen. Komt-ie. Kees. Waarom val je nou in de lava? Oké, kom op. We gaan niet stoppen. We sprinten in één keer door. Ja! Oh, dat was een gevaarlijk sprongetje. Dat was een heel gevaarlijk sprongetje. Klimmen we langzaam hier weer omhoog. Oeh, daar komen we in de desert uit. Oh, dat is sick. We zijn weer in een nieuwe biome. Hé, hoe kom ik hier nou langs? Oh, ik moet er overheen springen natuurlijk. Zo, wat is dit? Oh! Oh, oké, jongens. Rood zand is dus drijfzand. Daar zak je doorheen. Kijk, dit was even een voorbeeld voor me dat ik er niet gelijk dood aan ging en zo. Maar rood zand is dus drijfzand. Daar moet ik voor oppassen. Goed om te weten. Oh mijn god, hoe ga ik over die cactus heen springen? Dat is toch veel te ver? Oké, over de lava. Ah! Oh, dat ging net aan goed. Dat ging net aan goed, jongens. Oké, we komen in een tempel. En kijk, hier moet ik dus oppassen. Want als ik, volgens mij, als ik hier op... Zak. Nee, span ik helemaal hier? Nee, ik wou het als voorbeeld laten zien, maar nu ben ik weer helemaal hier. Oké, we gaan dus niet meer op het rode zand staan, jongens. Dat is dus drijfzand. Kijk, kom op. Dit, niet verpesten, niet verpesten. Beloof het me. Nee! Jongen, Kees! Ja! Oh, ik heb het gehaald. Oké, jongens, nu moeten we voorzichtig zijn over het rode zand springen. Daar gaan we niet op staan. Want de checkpoint. En hij was ook echt hier. Ik had beter gewoon het checkpoint kunnen pakken. En toen moeten laten zien. Kijk, dit is drijfzand. Maar ik was daar veel te koppig voor. Oké. Voorzichtig over het drijfzand hier. Daar springen we overheen. Hebben we hier... Hé, is dat zijn... Kijk hem nou. Kijk hem nou kijken naar zijn dingetjes. Oh, heb ik het gehaald, jongens? Heb ik het gehaald? Ik ben in een nieuw stukje water beland. Oh my days. Heb ik een nieuw stukje water gevonden? Heb ik de game gecompleet? Heb ik Fred's spel uitgespeeld? Ik heb een vredig stukje water gevonden. Kijk nou. Kijk nou hoe leuk dit is. We hebben water gevonden. We zijn niet meer in besmet water. Ik ben zo blij. Ik ben zo gelukkig voor Kees. Kees, wat ben ik trots op je. Of moeten we nog verder? Ik weet het niet. Kees, ik vind dit eigenlijk wel een mooi stukje water. Wil je nog verder gaan? Kunnen we niet gewoon tevreden zijn met dit? Ik bedoel, het hele doel van het spel is dat ik jou naar een nieuw stukje water breng. En kijk nou hoe vredig dit is. Alleen ja, er zijn niet echt andere axolotls hier, dus... Misschien wil je ook wel weer naar je soort, weet je. Dat zou ik ook wel snappen. Hij wil bij zijn vriendjes zijn.
Dus laten we nog heel even verder op avontuur gaan, Kees. Kijken of we nog meer kunnen vinden. Gaan we even door de paddenstoelen biome springen we. Oké, dat hebben we net gehaald. Wat moest ik daar doen? Hallo? Wat willen jullie dat ik daar doe? Dat ging toch gewoon goed? Hier. Kijk. Oh, ik zie het al. Hier, de tussendoor. Oké. Dan hier. Sprongetje maken eroverheen. Oh mijn god, dit was echt eng. Dit was echt eng. Kijk, hier moeten we overheen. Of niet, we gaan er gewoon in. Dat kan ook. Kan ik er nog uit? Nee, dat betekent officieel... We moeten erin. Helemaal dikke prima. We gaan de grot in, jongens. Misschien wilde Kees wel in een grot wonen. Hallo, meneer de mushroomkou. Dat kan ook, hè. Weet je, waar, wie ben ik om daarover te oordelen? Oh, huh? Wat gebeurde er? Ik zakte door de grond. Zagen jullie dat? Hè? Ik zakte in één keer door de grond. Dat is ook oneerlijk. Oeh, jongens, ik ben aan het speedrunnen. Kunnen we er nu al overheen? Nee. Even kijken, waar zakte ik door de grond? Welke blokken moet ik voor oppassen? Ik moet oppassen voor een bepaald soort blok. Ik zakte ineens door de grond. Kijk, hier. Hier zakte ik door de grond. Dus, oh, omdat die bricks, die zijn weer kapot. Kijk, jongens, dat zijn die... deze zijn ook... Daar moet ik overheen springen, zie je? Als ik daar op sta, dan zakken de bricks die vallen uiteen. Omdat het natuurlijk heel onstabiel is. En dan zak ik er doorheen. Oeh, laten we omhoog zwemmen. Kom op, Kees. Even nog zwemmen. Even een stukje. Je bent bijna thuis. We zijn bijna... Oh, jezus, wat gaat die snel. We zijn bijna thuis, Kees. Je kan het. Kom op. Zwemmen. Zwemmen. Zwem zoals je nog nooit hebt gezwommen. Zwem zoals je nog nooit hebt gezwommen. Oh, kijk, nu zijn we in een grot. Dat is ook wel cool. Ben je hier niet gewoon tevreden, Kees? Nee. Duidelijk. Oké, dan gaan we omhoog. En ik denk dat we... Oh, mijn god. Het is in één keer donker. En we zijn in een sneeuwbiome aangekomen. Oké, let's go, Kees. We hebben hier... ik zie ijsberen. We moeten parcours halen. Als wat als in het waterval. Is dat erg? Oh. Nee! Helemaal hier! Waarom zijn we nou ineens weer helemaal hier beland? Ik had niet in het water moeten springen. Ik moet gewoon eerst checkpoints halen, jongens. En daarna pas testen. Nu moet ik dit helemaal opnieuw. Oh, mijn god. Ik moet echt wachten op mijn checkpoints voordat ik dingen ga testen. Dat is niet verstandig hoe ik dit speel. Oké, we zijn inmiddels weer in de grot hier, jongens. En we gaan echt mega snel. En dan zijn we, hoppakee, dan zijn we weer hier beland. Waar we net waren. En nu gaan we zo snel mogelijk, hallo meneer de ijsbeer, het checkpoint proberen te halen. Oppassen voor het water. Ik wil niet in het water zakken namelijk. Want dan hebben we echt een groot probleem. En oppassen voor ijs. Oh, checkpoint! Ja! Oh, thank god. We hebben een checkpoint gehaald, jongens. Nu kunnen we weer gaan testen met Kees. Hallo, meneer de ijsbeer. Het is veel te koud hier voor Kees, man. Snel door de rennen. Laten we oppassen voor sneeuw waar we doorheen kunnen zakken. Ik heb geen zin dat we in één keer bevriezen, jongens. Dat we een ijsblokje worden. Dus daar moeten we even goed voor oppassen met Kees. Maar dat komt denk ik wel goed, toch? Ik heb vertrouwen in het feit dat dit bijna niet fout kan gaan. Wat is dit? Hier. Oh, kijk, jongens. Ik denk dat dit sneeuw dat je hier doorheen... Laten we het testen. Ja, dit is dus sneeuw waar je doorheen zakt. Oh, oké, maar gelukkig is de checkpoint niet al te ver terug. Dus we kunnen het gewoon, we konden het even testen met veiligheid. Wat is dit lijntje hier? Ik weet niet wat het is. Oké. Pas op voor het sneeuw waar we doorheen kunnen zakken. Daar moeten we heel goed voor oppassen. En oppassen ook dat het hier niet ergens nu in één keer voor onze voeten komt. Oeh, ik zie een nieuwe biome. Volgens mij komt er een swamp aan. Ik denk dat er een swamp aan komt, jongens. Ja, oké, maar deze rivier hier, zo te zien aan de particles eromheen, is ook besmet. Dus hier kunnen we niet invallen, want dan gaan we denk ik ook dood. Oh mijn god, dat scheelde niet veel. We mogen het water niet aanraken, jongens. Nee! En ik spring in het water, terwijl ik het zeg, we mogen het water niet aanraken. Oké, dat was even stressvol, maar dit kunnen we. Gewoon even een kopje erbij houden. Het is besmet water, het is giftig water. En we willen niet zwemmen in giftig water. Kijk, dus we doen nu heel even rustig aan. Zo, juist. Rustiger overheen. Hier overheen. Dit sprongetje, dat sprongetje. Oh, we hebben het gehaald. Oh, wat ben ik blij. Waar is het checkpoint? Checkpoint, hallo? Checkpoint, ja! Oh, we hebben een checkpoint gehaald. Wat ben ik hier weer blij mee. Oké. Zijn we, nou, dit water hier wil ik ook niet gaan wonen. We hadden zo een mooi riviertje gevonden. Hé, een kat met een heks. Wat leuk. We hadden zo een mooi riviertje gevonden, Kees. En je was niet tevreden. Waarom ben jij nou zo kieskeurig, Kees? Had gewoon het eerste watertje genomen, dan was je klaar. Maar nee hoor, Kees die wil weer helemaal op avontuur. We zijn inmiddels in een grot aangekomen en het voelt... eng hier, maar er gebeurt tot nu toe nog niks heftigs, dus ook wel weer veilig. Laten we maar gewoon doorlopen zo snel mogelijk. Even kijken waar we terechtkomen. Oeh, oppassen. Oh, het is weer dag. Oh, we zijn weer in een... Dit ziet tevreden uit. Kees, als we eerst volgende water wat we vinden, dan zijn we tevreden mee, oké? Dan gaan we wonen. We gaan niet meer zeiken over, ik wil beter. Nee, dit, beter kan je niet krijgen, oké? Kijk, water hier, neem het zou ik zeggen. Ga hier gewoon wonen. Klein meertje, helemaal prima. Nee. Hij wil het nog steeds niet. Weet je, dan gaan we wel weer een grot in, hè? Dan gaan we wel weer gevaar opzoeken. Kijk, oh, pas op voor die zilvervisjes. We zoeken alweer gevaar op. Als we naar de end moeten. Oh mijn god, ik schrik me helemaal kapot, man. We zakken in één keer door de grond. We zijn in een... Waarschijnlijk moeten we de end in, jongens. We zijn in een bibliotheek. Ik gok dat we de end portal in moeten. Ja, daar gaan we. Daar gaan we, jongens. We gaan... Moet je serieus de ene dragon verslaan, Kees? Is dat je doel? Ja. Yeah. Hij wil de ene dragon verslaan. Het slaat nergens op. Daar gaan we. Hoppa! Hoppakee, we zijn aangekomen in de end.
En ik weet niet wat je van plan bent, Kees, maar ik steun je door alles. Als jij hier een meertje kan vinden, dat jij denkt, nou weet je, ik kan hier een meertje vinden, vind ik het helemaal prima. Waar moeten we heen? Oh, we gaan parcouren weer. Oh, dit wordt spannend. Kees, we gaan niet de void invallen. Oh, dat stress ik echt even. Als we de void invallen, is er nog einde geval. Dan kom je nooit meer terug, hè, dat weet je. Ja, oh, oké, dit is veilig. Kunnen we niet een Elytra hier ergens pakken of zo? Oeh, wat is hier? Kunnen we Elytra pakken? Oh, een Elytra. We hebben echt een Elytra gepakt. Wat goed. Wat? Ik had niet gedacht dat dit kon. Ik maakte maar een grapje, jongens. Maar we kunnen echt een Elytra pakken. Wat is dit leuk gedaan. Ik ben je zo... Ik word helemaal blij ervan. Oké. Okay. Kees, let's go. Ben je ready? Je hebt een Elytra. Je kan dit. Komt-ie. Met die Elytra. Nee! Kees! We moeten de hele end opnieuw doen. Oké, okay, je kan dit, Kees. Gewoon rustig aan. Vertrouw in jezelf. Je kan dit. Komt-ie. Ja! Oh, we hebben het gehaald. Oké, okay, volgende sprong. Ja, oké. Okay. Dit wordt een moeilijk sprongetje, want ik zie het platform niet. Kom op, Kees! Vliegen! Gebruik die Elytra. Gebruik die vleugeltjes van je. Oké, okay, volgend sprongetje. Ja, oké, okay, deze was makkelijk. Dit wordt een enge... Oh, mijn god, ik schrik me helemaal kapot. Dit wordt een enge. Dit wordt een hele enge. Moet ik vanaf hier springen of vanaf de volgende? Ik denk vanaf deze. Ik ga het gewoon proberen. Oh, Kees! Wat ben je eng bezig? Waarom wil je helemaal via de end gaan... om jouw nieuwe watertje te vinden. Jouw nieuwe huisje. Waarom wil je zo moeilijk doen? Had gewoon tevreden geweest. Ik blijf het zeggen. Had gewoon tevreden geweest. Oké, okay, laatste sprong. Laatste sprong. Ik faal. Dat meen je. Dat meen je. Dat meen je. De laatste sprong. De allerlaatste sprong. Sukkel. Oké, okay, het sprongetje waar we net gefaald waren. Kom op. Kom op, Kees. Ja. Oh, checkpoint. Ik smeek erom. Dank je wel voor de checkpoint. Echt waar. Geen probleem. Kees neemt alle credits zoals gewoonlijk. Oké, okay, let's go. Kom op, Kees. Als we nu falen, is het minder erg. Dan hebben we in ieder geval wat we net gedaan hebben, hebben we al achter de rug, weet je? Dat scheelt al een heleboel stress en gezeik. Gaan we gewoon in één keer halen, dit. Geen gezeik. Dit kunnen we. In één keer. Met z'n tweeën. Pas op, Enderman. Oeh. Oh, dat scheelde niet veel. Dat scheelde helemaal niet veel. Ik denk alleen niet dat we de Ender Dragon hoeven te verslaan. Daar ben ik wel blij mee. Ik denk niet dat een axolotl de Ender Dragon had kunnen verslaan als hij dat zou willen. Oh mijn god. Heb ik te vroeg gejuicht? Heb ik serieus te vroeg gejuicht? Gaan we nou nu... No way dat we nu de Ender Dragon aangevallen, of niet? We hebben hier in ieder geval die portals. Oh, we kunnen gewoon de portal inspringen. Daar gaan we. Zijn we terug? Zijn we terug? Waar gaan we heen? Oh, we zijn terug. We zijn terug in het normale leven. We zijn een savanna zelfs in. Wil je hier wonen? Ik vind je gele kleur op zich wel bij de omgeving passen, als ik het zo zie. Is dit het? Ik zie water. Kijk, axolotls. Kijk nou, Kees. Achter je. Nee, niet naar mijn kant op kijken. Kijk nou, achter je. Ga daar gewoon wonen. Hier nog meer axolotls. Zijn we in axolotland beland? Oh, water. Oh mijn god. Ik denk dat we er zijn, jongens. Ik denk serieus dat we er zijn. Ik denk dat we... We hebben het gehaald! We hebben het volgens mij gehaald! Kees, je hebt een nieuw huisje gevonden met vriendjes overal. Kijk nou hoe leuk. We hebben het gehaald. We zijn klaar. We hebben het gehaald. Ik ben 22 keer dood gegaan. Maar ik ben weer terug op mijn eigen omgeving. Oh mijn god, wat was dit leuk. Laat ik de spel afsluiten. Wauw. Wauw, wauw, wauw. Dit was leuk, Fred. Ik vond het zo'n leuk spelletje, dit. Ik heb echt met Kees een hele band opgebouwd. Maar, wat hoe is kan er? Dat? Wat? Ik heb het nog nooit uitgespeeld. Hoezo? Het viel toch wel mee? Je moest gewoon... Het was zo'n leuk verhaal. Kees' eigen huisje was besmet met een infectie. Toen moest je een nieuw plekje voor hem zoeken. En daar heeft hij met al zijn andere vriendjes geleefd. Maar wat? Jij hebt het uitgespeeld. Ja, het was hartstikke... Weet je hoe erg ik het naar mijn zin? Heb jij het nog nooit eerder uitgespeeld? Nee. Oh, dat wist ik niet. Ik dacht dat jij het ook al had uitgespeeld een keer. Moeilijk. Nou, maar probeer het anders nog een keer. Ga jij probeer ook met Kees. Kees werkt leuk mee. Misschien dat je ook een groene axolotl kan krijgen. Ik heb geen idee. Maar waarom heet het Fred's Simulator? Leuke naam. Heb jij dat die naam gegeven of heet het spel daadwerkelijk zo? Ik. Oké. Okay. Nou, Fred, ik vond het leuk dat je me hiervoor uitnodigt. Ik zou zeggen, oefen nog even. Wie weet ben je binnenkort beter dan ik in het spelletje, oké? Okay? Ja, ik ga het proberen. Oké, okay, nou, veel succes, Fred. Jij ook. Doei, doei. Doei. Ga dood. Dood. Kom op, dood, ja. Fred, welk spelletje speel jij? Voor de volgende keer. Oké, okay, voor de volgende keer. Prima. Nou jongens, willen jullie nou vaker dat ik spelletjes ga doen op Fred's computer? Laat er zeker even een duimpje achter. Gewoon even liken en reageer ook even wat leuks. En abonneer even. In ieder geval voor nu, dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker niet te liken en te abonneren. En dan nu, kijk lekker deze video. Hierin ben ik namelijk in gaan dromen over een schoolavontuur met Justin, Fred de burgemeester... Met Boer Martin, met Alfred de Archeoloog. En ik vond het allemaal gewoon even kijken. Het is een hele leuke video. Zeker een goede aanrader. En dan nu spreek je later. Glaasje water, telt 4 flesjes bier. Tot de volgende keer. Yo!